Goedendag, hou die paraplu nog maar even bij de hand, want voorlopig is het nog niet klaar met dat buiige of regenachtige weer. Al gaat het vandaag een groot deel van de dag toch wel droog blijven op veel plekken in Nederland. Want we zien vandaag vooral dat er buien, met name in de kustprovincies, gaan ontstaan. En landinwaarts blijft het nog best lang droog en gaat ook de zon af en toe nog eventjes tevoorschijn komen. Daar komen pas later op de dag, eind van de middag, begin van de avond, de meeste buien voor. Verder temperaturen. Het is nog steeds uh, niet echt koud. 18 tot maximaal 20 graden hier in het zuidoosten van het land, waar het misschien wel de hele dag droog gaat blijven. Verder wel een stevige wind. Uit het zuidwesten waait het op de meeste plekken matig, maar aan de kust komt het al gauw tot een windkracht 6, misschien met uitschieters naar een kracht 7. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Het weekend verloopt vooral op herfstachtig, met op zaterdag vooral buien. Tussendoor af en toe nog een klein gaatje voor de zon, maar het zal veelal grijs zijn. En dat is helemaal zondag het geval. Dan gaat er flink wat regen vallen, echt een kletsnatte dag. Met ook een stevige wind, vooral aan de noordwestkust, kan het zomaar tot windkracht 7, misschien zelfs wel eventjes 8 komen. Na het weekend komen we in een noordweststroming terecht en dan is het iets vaker droog. Zo lijkt het. Ook af en toe nog een gaatje voor de zon. Bijvoorbeeld op een maandag. Dinsdag lijkt het wel weer wat natter te zijn. Maar ook gaat de temperatuur dan wat naar beneden, en komen we in de loop van de week niet eens meer verder dan een graad of 13.